Leuk dat je weer kijkt naar een van mijn video's. In deze video's laat ik je de 10 favoriete producten van mij en Noor zien. Zoals gezegd in deze video de 10 favoriete producten van mij en mijn dochter Noor. Noor is inmiddels 3 maanden oud en ja, we hebben dus al wat producten in gebruik gehad. En in deze video laat ik die dus allemaal aan jullie zien. Het is geen top 10, dus het gaat niet van minst favoriet naar meest favoriet. Ik heb gewoon een beetje spullen uit het dagelijks leven gepakt waar wij heel veel mee doen en waar Noor met heel veel plezier mee speelt. En dan begin ik eigenlijk eerst even met een van onze laatste aankopen en die staat hier op de grond. Hiernaast mij zien jullie de Domo-stoel van Noor staan. En dit is een van de dingen die wij later aangeschaft hebben. Wij hadden al een wipstoeltje voor haar. En daar hebben we ze ook al wel een paar keer in gehad. Alleen, ja, als die kleintjes zo klein zijn, ze kunnen zichzelf nog geen houding geven. En ja, ze lag er ook altijd heel graag in onderuit gezakt. En ja, we voelden ons daar niet prettig bij. Dus meestal lag ze of in de box of bij ons. En dan had Noor een voorkeurshouding en ze had de neiging om zichzelf heel veel te overstrekken. Dat betekent dat ze dus het hoofdje naar achter gooit en eigenlijk een beetje met haar rug banaantje vormt, om het zo te zeggen. Ze kreeg, of krijgt daarvoor ook fysio. En de fysio had ons dus een domo van hun te leen gegeven om te kijken of het iets was voor Noor. Dat bleek zo'n succes te zijn. Ze sliep in de domo. Normaal wilde ze overdag niet slapen dan alleen bij mij in mijn armen. Dus ja, je kan je voorstellen als je hele dagen met een kind op je armen zit dat je nergens aan toe komt. En in een draagzak of in een drager wilde ze niet. Dus ik was heel erg blij met die leendomo. We zijn zelf dus gaan kijken en we hebben er eentje gevonden bij de Babydump. Was in de aanbieding voor €109. Er staan dus, ze noemen hem leaves, dus blaadjes staan op de zijkant. Een beetje taupe met grijs, nou ja, dat past hier dus ideaal in het interieur. En dit is dus eigenlijk een soort zitzak met microkorrels erin, om het zo te zeggen. Gewoon van die piepschaambolletjes stel ik me voor. Je kunt hier dus ook helemaal vormen naar hoe je het kindje neer wil leggen. Wil je ze wat rechter hebben liggen, duw je de korrels wat meer naar boven. Wil je ze plat hebben liggen, duw je ze naar beneden. Er zit een harnasje bij, dat je ze dus veilig erop kunt laten liggen, dat ze niet af kunnen vallen. Op het moment dat ze zichzelf om kunnen gaan rollen, rits je deze eraf. En dan zit er nog zo'n topper bij, om het te zeggen, maar dan zonder dit. Dus dat is gewoon kaal. En dan kunnen ze hem gebruiken tot 30 kilo. Dus ja, hier zijn wij ook ontzettend blij mee. Het is een ideaal product, kan ik aan iedereen aanraden. Het is duur, veel duurder dan een wipstoeltje, maar ja, vanaf de geboorte kunnen ze hier eigenlijk al in liggen. En het is gewoon voor de houding hartstikke goed, veel beter dan zo'n wipstoeltje. Dan gaan we door naar een verzorgingsproduct en dat is de Ethos babyhuidolie. Noor heeft vanaf het begin al een hele droge huid. Ze is 1 week later geboren na de uitgerekende datum. Dus ze had, dat huidsmeer had ze eigenlijk helemaal niet meer. En dat kon je met name aan haar handjes en haar voetjes heel goed zien. Die waren hartstikke droog, er zaten schilfertjes op, die waren helemaal gekrakeleerd. En ook de rest van haar huidje zag er gewoon heel droog uit. Dus vanaf het begin wij ze eigenlijk maar 2 keer per week met zeep. Het liefste dus gewoon alleen met water en een washandje. En ik ben niet die eerste week, maar volgens mij vanaf de 2e week ben ik dus begonnen met insmeren met deze olie. En ik moet zeggen dat hij dus heel erg snel en heel erg goed werkt. Hij trekt niet heel erg snel in. Er blijft altijd een beetje een laagje op de huid zitten. Maar hij is heel erg fijn, heel erg voedend. En Noor verdraagt deze olie goed, want ze heeft een gevoelig huidje. Maar over deze olie zijn we dus heel erg tevreden. Dan hebben we nog een speelgoedje van Noor. En deze kan zowel aan haar kinderwagen als aan haar maxi cozy. En dan draai je hem eigenlijk gewoon eromheen. Dus dan zit hij als het ware zo. Deze is van Playgro. En daar hangen 2 bijtringen aan. Met wat van die krakelstof. Dan hangt een spinnetje aan met een piepje.
En dan hangt een spinnetje aan met een rammeltje. En ja, als we wandelen of we zitten in de auto, dan gaat dat natuurlijk op en neer. En in het begin vond ze dat heel leuk om naar te kijken. En nu begint ze zelfs al wat te grijpen. Nou hangt dit nog wat hoog. Maar ik denk over een tijdje dat ze er echt gewoon goed aan kan gaan hangen. En ja, het is gewoon heel leuk, heel vrolijk. Hartstikke leuk speeltje. Dan hebben we eindelijk een speen gevonden die goed werkt voor Noor. Dit is de Soothie van Avent. En dit is de speen 0 tot 3 maanden. We hebben hem ook al 3 plus gekocht. Ze zitten per 2 in een doosje. Je hebt volgens mij de groene en de blauwe variant samen en de paarse en de roze. Dit is de enige speen tot nu toe die Noor fijn vindt. Hij is heel flexibel. En de top, om het zo te zeggen, wat ze in haar mond heeft, dat lijkt heel veel op de tuut van haar diefrakspeen. En ja, zoals gezegd, deze vindt ze dus gewoon echt heel erg fijn. En dat is de enige speen die ze niet meteen uittuft. Ze kan hem nu ook zelf vasthouden. En ja, daarmee zorgt ze eigenlijk dus ook dat hij niet uit haar mond valt. Dus ja, de Soothie van Avent is dat dus. Dan weer een verzorgingsproduct. Naast de huidolie van de Ethos hadden wij ook de shampoo en de wasgel. Nou blijkt Noor daar niet tegen te kunnen. Ook al staat er op de verpakking dat het dus ook voor de zeer gevoelige droge huid is. Noor kreeg er huiduitslag van rode plekjes, bultjes. Ik ben toen naar de Ethos toch weer teruggegaan. Eigenlijk voor Naïf te gaan kijken. Dat hadden ze niet en ik had op dat moment iets nodig, dus toen heb ik de neutraal meegenomen. En ik moet zeggen, daar zijn we ook heel tevreden over. Noor heeft hier ook geen rode plekjes van, geen bultjes. Het is een fijne wasgel, hij schuimt goed, om het zo te zeggen. En ja, zorgt er gewoon goed schoon van en dat lijkt mij het belangrijkste. Zonder jeuk en rode bultjes. Dus ook hier zijn wij heel erg tevreden over de neutraal baby, bath en wasgel. Dan nog iets anders leuk. Het verzamelboek van Jip en Janneke. Zoals je ziet, een heel erg dik boek met allerlei verhaaltjes. Er staan ook hele leuke plaatjes in. Ik zal even kijken of ik er snel eentje kan vinden. Er staat eigenlijk op alle pagina's staan wel zwart-wit plaatjes. Maar er staan ook, moet ik heel even snel kijken of ik er eentje kan vinden... Als het goed is, staan er ook gekleurde in. Hele mooie van een carousel. En ja, de verhaaltjes zijn gewoon lekker kort. Voor nu, ja, zoals ik al zei, Noor is nu 3 maanden. Dus die korte verhaaltjes, meestal doe ik er 2, is echt genoeg. Dan heeft ze er ook genoeg van. Plaatjes kijken vindt ze heel erg leuk. Als ik de kaft laat zien, dan begint ze al te lachen. Dan weet ze wat er gaat komen. En ik vind het gewoon een heel leuk boek om uit voor te lezen. Je kunt grappig met stemmetjes werken en dat soort dingen. Dus ja, ook dit is echt een favoriet van ons. Dan hebben we Sophie de Giraffe. En dit is de bijtring variant. En dit is echt een favoriet ding van Noor. Het is heel erg licht. Dus ze kan het gemakkelijk zelf vasthouden. We hebben ook rammelaars, die zijn van hard plastic. Die zijn gewoon te zwaar voor haar. Die kan ze nog niet goed vastpakken. Deze, die greep ze 2 weken geleden volgens mij voor het eerst zelf al vast. Ze kan heel makkelijk haar handje eromheen doen. En ja, ze brengt hem ook al naar haar mond. Nou is deze lekker flexibel. Dus ja, ze kan zich hier zelf niet mee zeer doen. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dus ja, dit is gewoon ideaal. Hartstikke fijn speelgoed. Hier doet ze echt heel veel mee. Dan heb ik nog iets groots. Ook dat staat weer op de grond. Laat ik nu even aan je zien. En dan nog een product van Playgrow. Dit is de Baby Gym. En hier heb ik al langer mijn ogen op gehad. Ik vind het er zo leuk uitzien met al die kleurtjes. We hebben daar eventjes mee gewacht om te kijken ja, wat Noor leuk zou gaan vinden. We merkten vrij snel dat ze al iets ja, boven zich wilde hebben in de box. Wat het grote voordeel van deze is, je hebt hier deze boog en die zit in deze oranje stukken. Je kunt de boog eruit halen en door middel van de touwtjes aan de zijkant van de box of aan het ledikantje hangen. Je kunt deze boog eruit halen.
uithalen. Samen met die oranje stukken. En dan kun je hem als het ware als een soort mobiel over de box heen spannen. En je kunt hem dus gewoon in het stoffen matje laten zitten. En dan heb je dus een babygym. Er zit een aapje aan met een rammeltje. Er zit een zebratje aan met een piepertje. En er zit een leeuwtje aan met een spiegeltje. En er zitten ook wat rammeltjes in. De mat, daar zitten wat rode haartjes aan van de giraf. En we hebben hier nog een vleugel met kraak. En daarachter zit ook nog een kussentje in. Dus mocht je ze op de grond willen leggen, dan liggen ze altijd zacht op dat kussentje. Noor vindt dit helemaal geweldig. In het begin, toen ze nog wat kleiner was, keek ze er vooral naar. Dan was ik wat aan het rammelen of aan het piepen. Vond ze hartstikke leuk om naar te kijken. Ze begint nu sinds een week of twee dingen vast te grijpen. En ze is nu zelfs zo sterk dat je die boog al helemaal om ziet buigen. Nou kan hij geen kant op, want hieronder zitten een soort van lepels die hem op zijn plek houden. Dus ja, echt, ze kan zichzelf er niet mee zeer doen. Ja, maar ze vindt dit dus echt geweldig om onder te liggen. Heel leuk speelgoed. En dan ben ik alweer aan het ene laatste product toe. Die ga ik er even bij pakken. En dat zijn de sokjes van Bambino. Verkrijgbaar bij de Kruidvat. En deze sokjes zijn echt ideaal. Dit zijn een van de weinige sokjes die goed bij Noor blijven zitten. En ik zie op internet ook heel vaak bij andere moeders voorbij komen dat ze deze sokjes ideaal vinden. Nu is bij deze nog de kous, zal ik maar zeggen, naar beneden gevouwen. Maar heel vaak doen wij ze ook zo aan bij Noor. En dan blijven ze eigenlijk hartstikke goed zitten. Dus ja, die sokjes van Bambino zijn bij ons ook echt favoriet. En dan als laatste nog twee verzorgingsproducten. Ik ben een beetje aan het smokkelen. Dat is de Silocreme bij luieruitslag. Ik moet zeggen dat ik deze... Noor heeft eigenlijk nog niet echt luieruitslag. Ze heeft af en toe wel eens rode billetjes. En dan ook nog niet echt de billetjes, maar meer ertussenin, om het zo te zeggen. Dus wat ik doe, ze slaapt 's avonds meestal van 11 tot 7 in de ochtend door. Dan maken we er wakker voor de fles. Dus dat is een lange zit eigenlijk met één luier. Dan smeer ik deze voor de avond op, dat er toch een beetje een beschermlaagje op zit. En ja, daarvoor kom ik dus heel veel leed mee, heb ik het idee. Ik weet het dus niet zeker, maar ja, het geeft mij gewoon een prettig gevoel om dit te smeren. Ik heb hem ook van Ethos merk. Die voelt wat zalviger. Vind ik op zich ook fijn. Alleen ik heb het idee dat hier meer zink in zit. Dus dat is de beschermende factor, om het zo te zeggen. Dus zowel de Silocreme als de zinkzalf van de Ethos vinden wij heel fijn. Als ik nu het idee heb dat ik wat meer voedens op de billen wil hebben, om het zo te zeggen. Ik heb helaas alleen een klein tubetje, maar er gaat ook nog een grote komen. Dat is de Bepanthen babyzalf. En ja, die zalf die heb ik vroeger gebruikt. Ik heb een tatoeage laten zetten om mijn tatoeage te verzorgen. Dat vond ik hem al heel fijn. En nu heb ik dus ook die proefjes weer ontdekt voor Noor haar billen. Maar ook ze heeft een plekje op haar gezicht gehad. Daar heb ik het opgesmeerd. Was een beetje rood geïrriteerd. Ze heeft een beetje droge huid op haar voorhoofd. Daar heb ik het opgesmeerd. Ideaal product. En ik vind het zelf hartstikke lekker ruiken. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje een soort van bonus, een extra. Maar dus ja, die twee producten vinden we dus ook helemaal geweldig. Nou, dat waren dus even kort de 10 favoriete producten van mij en Noor. Voor dit moment. Noor is nu, zoals ik al zei, 3 maanden. Dus ja, dit is een beetje een overzicht waar zij nu nog mee kan spelen en waar we haar nu mee verzorgen. Ik ga in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog meer van deze video's maken. En ik wil een van de kijkers bedanken voor de tip voor deze video. Want ik was er zelf nog niet opgekomen. Hartstikke bedankt voor je tip. Je had hem geplaatst onder een van mijn andere video's. En daar ben ik echt heel blij mee geweest. Want ik vond het een hele leuke video om te maken. Mocht je nu nog meer tips hebben voor andere video's. Heb je dingen van, hey, dat zou ik wel graag willen zien. Laat het me weten. Ik heb zelf een aantal video's die ik nog wil maken. Maar ja, misschien willen jullie wel heel andere dingen zien. Dus laat het me weten. Vind ik het een leuk idee, pas ik het gewoon in, net als vandaag. Ik wil je weer bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, kun je die hieronder weer kwijt. Abonneer je op mijn kanaal, dan word je op de hoogte gehouden wanneer ik weer een nieuwe video upload. En vond je deze video nou leuk, geef me even een dikke duim omhoog.
Dankjewel voor het kijken en tot een van mijn volgende video's. Doeg!